een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben eigenlijk al een tijdje wakker. Ik heb lekker ontbeten. Ik heb vandaag een paprika tortilla gegeten met kip erin. Was echt super lekker. En ik heb me daarna even omgekleed en klaargemaakt. Want ik heb vandaag eindelijk een afspraak bij de huisarts. Ik heb er echt gewoon echt zin in. Ik ga erheen voor mijn huiduitslag. Trouwens, ik heb een nieuw pakketje binnen. Ik ga je het even laten zien. Is deze van Queen Tarzi. Echt een heel leuk kaartje bij. Maar het gaat dus om hun nieuw palet. De Girl Power. En hij is echt zo cute. Pink allemaal. En dit zijn de kleuren. Het zijn 12 kleuren. En ik hou hier echt van. Vooral deze. 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 Ik hou echt van neutrals. En goud en zo voor kerst. Love it. Even een mondkapje meegenomen. Want je moet tegenwoordig verplicht een mondkapje als je naar huis gaat. Ik ben alweer klaar bij de huisarts. Ik heb een zalfje hier en een zalfje daar. We gaan weer lekker insmeren. Wat betreft mijn huiduitslag, denk ze aan een soort van virus. En het gaat vanzelf over. Dus daar heb ik echt niks van gekregen, maar wel van mijn eczeem. Want ik heb ook twee verschillende soorten eczeem blijkbaar. Dus vandaar twee zalven. Ja, hebben we dat ook weer gehad, jongens. Vandaag voor het eerst na een lange tijd weer Chanel op. Want ik koop altijd wel Chanel als die op is. Maar ik doe eigenlijk bijna nooit op. En ik heb me vandaag dus gewoon even gespreid op het vestje. Dus niet echt op mijn huid. Maar echt één keer in de zoveel tijd is Chanel zo lekker. Echt. Altijd als ik aan Chanel denk, dan denk ik altijd aan Marilyn Monroe. Echt waar. Haar antwoord op de vraag van wat draag jij in bed? En dan zegt ze eigenlijk niks. Een paar druppels Chanel No. 5. Ik ben alleen meer fan van Coco Chanel dan van Number 5. Onze katten worden ontvlooid en ontwormd vandaag. Yay! Iedereen heeft het eerst aan de beurt. Nou, daar gaan we. Dat is één. Nou. De laatste, jammer. En nu gaan we voor de dinari. Dat is helemaal. Kijk, haar zitten. Ze zit er al klaar voor. Oh, daar gaan we. Ik ga voor dinari. Oh, dinari. Moet je open. Waar is slikken. Slikken. En? Oh, shit. Maar dat. Papzak. En? Weg. Is die weg? Nog eentje. En deze is nog groter. Oh, ze is boos. Shit. Oh, ze hebben allebei niet ingeslikt. Oh, fuck. Poging 2. Volgens mij heeft ze hem niet geslikt. Ik zie haar niet slikken. Jawel, hij is weg. Echt? Nee. Oh yeah! Goed zo, yeah. Ik ga starten met koken. Ik heb even aan Nessie gevraagd wat hij vandaag wil eten. Want ik was zo inspiratieloos. Maar hij wil heel graag stampot met gehaktballen. En eigenlijk wil ik het helemaal niet koken. Maar hij heeft er echt zo lang zin in. Ik denk echt wel het weer. Dus heb ik maar even alle spullen gehaald die ik nodig heb. Zoals andijvie. Want ik had wel een andijvie stampotje. Met spruitjes. Ik had nog normale uien nodig. Gewoon rode uien. Aardappeltjes. Was kokend. En... ik vind deze best wel chill eigenlijk. That's it. Ik ga eerst even naar de badkamer. Dit allemaal uitdoen. Me helemaal insmeren met mijn nieuwe zalfjes. En dan iets comfy aan doen. Want ik heb overal jeuk. Jeetje erbij. Ja toch. Ik ben echt super blij man. Yes. Eindelijk. Kijk eens wat deze man binnen heeft. Zo. De aardappels zijn geschild. Ik ga ze nu even wassen en snijden, zodat het koken niet zo lang duurt. Alles is nu gesneden. Nu ga ik de gehakt kruiden met deze kruiden van Verstegen. Gehakt paprika, deze vind ik het lekkerst. De gehaktballetjes zijn klaar, de aardappels zijn klaar. Ik ga nu beginnen met het bakken en koken. En de spruitjes ga ik hierin kopen.
de gehaktballen nu aan het bakken. Ik heb nu gekookt water bij de aardappelen. Ik heb hier even ui gesneden en die ga ik even straks toevoegen bij de jus. Dat vind ik ook heel erg lekker. Maar moet je natuurlijk ook even melk door de aardappelpuree heen doen, maar dat heb ik niet. En ik heb de verkeerde aardappelen gekocht. Maar dat maakt niet uit, zolang de smaak gewoon goed is. Ik had alleen geen melk thuis, maar dat hoef ik eigenlijk ook helemaal niet hierin. Dat wil ik niet eens. Dit is het eindresultaat. Nou guys, ons eten is klaar en Nessim is thuis. Yes, Aiden. Lekker? Oh man. Oh, ik zit in mijn slaapkamer nu, zoals jullie zien. Is dat dikke troep. Nessim is aan PlayStation. Echt zo irritant. Ik ga dit even opruimen. Ik heb de laatste tijd weer heel veel besteld. En ik heb heel veel ontvangen. Dus dat ga ik even allemaal opruimen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie even laten zien wat ik allemaal van Naked heb binnengekregen. Ik heb echt heel leuke producten gekregen. En ik heb het laatste een shoplog geshoot. Maar dan echt voor Instastories. Dat zien jullie hier dan niet. Dus ik dacht, ik laat jullie even zien wat ik heb gekozen. En dit is mijn nieuwe dekbed overtrek. Alleen deze moet nog wel even gewassen worden voordat we erop gaan slapen. Tja, ik moest het even opnemen voor een samenwerking. Maar ik ga natuurlijk niet op een dekbed overtrek slapen die nog niet is gewassen. Dus die gaat nog de was in. Daarom lag die daar. En nu even de unboxing van Naked. Oh, ik ben al die geluiden van de PlayStation echt zo zat. Niet normaal. Oké, eerste artikel van Naked. Daar ben ik echt zo blij mee. Daar heb ik ook best wel mooie foto's van kunnen maken. Dat is dit leren jasje. Het is niet echt leer trouwens. En hij is een beetje crème. En heeft zo'n riempje. Echt heel erg leuk. Hij komt over mijn kont heen. Dus dat vind ik soms ook wel fijn, weet je wel. Ik vind hem eigenlijk met alles wel een beetje matchen. Boven een spijkerbroek of een legging of wat dan ook. Hoge laarzen hieronder vind ik ook echt heel erg mooi. Ik heb gewoon trui nodig voor dit seizoen. Dat is deze in de kleur wit. Jullie zien hem denk ik zo niet goed. Maar hij is een beetje asymmetrisch. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi. Dit is ook in maat S. En deze heb ik gedragen en ik vond hem echt zo mooi. Ik ben hier echt heel happy mee. Hij is zo comfy en de kleuren echt perfect. En dan heb ik gekozen voor deze trui. Een beetje een soort gelijke trui, maar dan in de kleur grijs. Kijk hoe mooi. Oh, ik ben echt helemaal into deze truien. Ook een maatje S. Ze zaten echt perfect. En dan dit. Oh my god. Ik ben hier echt helemaal gek op. Niet normaal. Hij is lekker oversized. De perfecte kleur voor mij. Oh, ik hou hier echt van. Ze zat ook echt heel erg mooi. Hij lijkt nu echt heel erg groot. Maar ik vind hem echt heel mooi. Hij is high-waisted. En maatje 38. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik een beetje tussen de 36 en de 38 zit bij Naked. Een beetje vervelend, want 36 was een beetje te strak. Waardoor ik een beetje van die vetrolletjes kreeg. Omdat het dan, ja, je buik komt dan zo over je broek heen. Maar deze is weer net iets te groot. Dus hij zakt me weer een beetje af. Dat is een beetje vervelend. Maar dan weten jullie dat. Heel erg fijn. En deze stof is totaal niet dun, hè guys. Hij is echt niet dun. Hij is lekker dik eigenlijk. Echt mooi stof. En dan heb ik nog een broek in het grijs. Deze ook maatje 38. En eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Deze viel zelfs nog groter. Dus ik denk dat ik hier eigenlijk wel echt een maat 36 van moest hebben. Dan heb ik voor onder mijn vestjes en blazers heb ik dit topje gekozen. Ik vond het echt zo cute. Het vestje. Hij is echt zo mooi, guys. Echt niet normaal. Het is met zo'n dubbele rits. Kijk. Hij zat ook echt zo mooi op mijn lichaam. Echt niet normaal in deze kleur. Ook zo asymmetrisch. Hij lijkt een beetje op de trui die ik heb gekozen. Maar dan in een midi-jurk die aardig lang is. Love it. Dit is een maatje S. En dan heb ik als laatst deze broek in maat 38.
Het is een high waist skinny. Ik hou ervan. Ik koop nooit lage broek. Ik vind het echt verschrikkelijk bij mij. Met skinny's ga ik eigenlijk altijd voor een maatje 38. Dat is net iets mooier. En yes. Ik denk dat hij iets aan de lange kant is. Maar dat heb ik al heel snel natuurlijk met mijn lengte. Maar ik ben hier echt blij mee. Wat ik nu ga doen is even alle kleren die ik nog aan moet doen en die ik eigenlijk wil shooten, even allemaal ophangen. En de rest wat ik eigenlijk niet meer ga dragen of al heb geshoot, wil ik hier eigenlijk niet meer hebben. Kijk, mijn vriendinnetje komt altijd bij me mee. Altijd! Altijd! En die giraf die jullie daar zien, die heb ik dus van Nesim gekregen in Dubai voor onze anniversary. En die gaat echt never weg. Die blijft gewoon voor altijd. En ik heb me dus voorgenomen in het volgende huis. Hij gaat sowieso mee. Als we later inshallah kinderen krijgen en zo. Dan komt deze in de kinderkamer. Echt zo cute. Dit gaat echt never nooit weg. Love it. That's it. Deze trui vind ik hartstikke mooi. En hij is van Weekday. Maar deze jeukt gewoon als een gek. Dat betekent dat ik hem gewoon never ga dragen. Het is gewoon echt van het irritante stof. Dus ja, ik kan daar wel hangen. Maar ik ga hem toch niet dragen. Dus ja. Shit. Zo, kijk hoe perfect. Ik heb echt op zo'n kant-en-klare mat van Albert Heijn. Waar ik eigenlijk altijd trek in krijg als ik er langs loop. Waar zijn we dan? Waar zijn we dan? In de avond. We gaan naar de Albert Heijn. Naar de Albert Heijn. We gaan snacks halen voor de Mariama. In de nacht. Voor de Mariama. Waarom voor mij? Ja, heb je er niet zoet. Oh jezus, het is heel veel wind. Ja. We gaan snacks halen. 5 meter. Weet je wat je zin hebt? Nee, jij. Nee. Oh, daar gaan we. Dan gaan we naar mijn lievelingsafdeling. Oh, en daar gaan we. Weer taart? Oh ja. Yes. Heb je zin in taart? Ja, echt wel. Knesje maakt nu een keuze. Nee, Nesje, jij maakt een keuze. Ik ga voor rice to fly. Oh, yes. En jij? Gewoon per persoon eentje. Nee. Ja. Nesje vindt deze zo lekker. We zijn in de actie, hè? We zijn toch voor Rice to Fly gegaan. Oh. Oh, heb ik jullie al laten zitten? Ik ben met mijn pyjama naar de Albert Heijn gegaan. Oh ja. Maak een beetje erbij. Lekker. Ik ga me weer even insmeren met die zalfjes. Want dat moet ik 2 keer per dag doen. En dan ga ik mijn make-up verwijderen. En dan ga ik lekker naar bed. Ik merk dat jullie het heel fijn vinden als ik mijn vlog afsluit. Want ik heb altijd random. Maar ik zal er wel even rekening mee houden voortaan. Doeg!